gebeurt gewoon dus nog te vaak dat mensen brandwonden oplopen door barbecuen. Hoi hoi, leuk dat je weer naar mijn video kijkt. Ik heb vandaag een hele leuke opdracht. Ik ben namelijk een spotje aan het maken voor de Brandhondenstichting over barbecue veilig. Dus ik sta hier met brandweerman Dennis en met collega's. Er is een heel mooi script gemaakt. En we gaan ervoor zorgen dat heel Nederland veilig gaat barbecuen dit seizoen. Kijk, hier moeten we dus even een nieuwe shot gaan opnemen zo. Maar het gebeurt gewoon dus nog te vaak dat mensen brandwonden oplopen door barbecuen. Zo'n heet ding waar kinderen tegenaan kunnen lopen. Het omvalt, de spiritus, echt. Dat mensen spiritus op de barbecue gooien, dat is echt gewoon zo link. Levensgevaarlijk. Dus laten we mensen gaan waarschuwen. Het barbecue seizoen is weer begonnen. Super lekker en gezellig natuurlijk. Maar het is ook een periode dat er veel ongelukken gebeuren door het barbecuen. Dennis, waarom is veilig barbecuen zo belangrijk? Omdat het heel veel schade en letsel voorkomt. Wat moet je nou echt niet doen? Nou, iets wat je nooit moet doen is een barbecue aansteken met een brandbare vloeistof. Zoals spiritus, wasmachine of bioethanol. Ken jij nou mensen die heel gevaarlijk barbecuen? Tag ze dan eventjes hieronder, dan kunnen we ze gelijk goed waarschuwen. En na het barbecuen? De barbecue blijft wel heel lang warm. Dus verplaats hem niet en let op kinderen die rondrennen, dat ze niet in de buurt van de barbecue kunnen komen en er tegenaan stoppen. Nu gaan we nog even wat tussenshotjes opnemen. Mooi wat je moet zeggen. Te openmaken van de zak. Wil je meer weten over veilig barbecuen? Ga dan naar de website www.brandwondenstichting.nl. Ik vond het een hele leuke shoot vandaag en ik hoop dat jij van alles hebt geleerd over veilig barbecue vandaag. Dus doe dat ook deze zomer. Doei doei!